Nou, vandaag weer eens een keer een Bart on the road. Ik ga naar een nieuwe con heen in het land, in Zwolle. Collectorcon heet die. Ik ben nu net bij de IJsselhallen aangekomen. Op zich redelijk goede verbinding met openbaar vervoer. Alleen vandaag natuurlijk weer werkzaamheden, dus het duurde wel langer dan verwacht. Maar goed, Collectorcon. Collectorcon komt, als ik het goed heb, vanuit Pokécon. Pokécon is niet succesvol geweest of is niet doorgegaan of zoiets. Ik weet het niet precies. Hoe dan ook, Collectorcon is op een gegeven moment aangekondigd in Zwolle. Niet heel veel zichtbaarheid aangegeven, maar ja, wel voldoende, denk ik. Ik zag ze in ieder geval Facebook zo af en toe voorbij komen, ook wel wat dealers gezien. Wat ik kan verwachten, weet ik eigenlijk niet. Ik weet dat Dave en Marten staan van Kloosterman Comics. Daar ga ik stiekem op voor, gewoon super gaaf om die man eens te zien en ook wat meuk op te halen. Popfiguur staat er, die ken ik toevallig ook. En verder, ja, wat diverse artists staan er, shops van Funko. Ik hoop wat nieuw spul te zien, ik hoop wat meer comics tegen te komen. Ik zie het wel. Ik ga in ieder geval een leuke impressie geven van wat Collectorcon is. Of het de moeite waard is en waar het een beetje mee te vergelijken is. Ik ga me hoe dan ook van maken. Stay tuned. Collectorcon 2022, de allereerste editie in de IJsselhallen in Zwolle. We zijn inmiddels een paar dagen verder. Ik heb het namelijk even laten bezinken voor ik mijn mening erover zou geven. Ik heb inmiddels ook de enquête binnengekregen en ook daar heb ik eerlijk mijn mening gegeven. De vraag die denk ik het belangrijkste was, is: zou je Collectorcon aanraden bij anderen? Het antwoord erop is ja, toch wel. Niet omdat ik dit nu een van de beste cons vind, maar omdat dit gewoon een leuke, gezellige, kleinschalige con is op een toch wel leuke locatie. Voor mij het succes van de con was mensen zien, gezelligheid. Zoals jullie in een filmpje ook wel hebben kunnen zien en bij de introductie ook al, ik zal een paar mensen daar ontmoeten. Ik heb een paar biertjes met ze gedaan, lekker gekletst en ik ben eigenlijk de hele middag blijven hangen daar zo'n beetje. Dus wat dat betreft was Collectorcon zeker wel een succes. Kijkend naar wat ik daar gevonden heb. Ja, ook geslaagd. Ik heb weliswaar maar twee stands gevonden die comics hadden. Dave & Amar en Rotterdam Comics.
Bij beide heb ik wat leuks kunnen scoren. Ze hadden mooie aanbiedingen voor deze con. En gewoon ook een leuk assortiment. Plus gewoon gezellig om met hun te kletsen. Vooral omdat ik ze online ook al ken. En nu dus ook in personal gezien heb. Verder qua toys het aanbod. Ik was laaiend enthousiast over één stand waar enorm veel G.I. Joe stond. Maar ook wat paar Transformers. Ik had daar wat Star Wars gevonden. Gewoon heel veel vintage toys. Dus wat dat betreft, succes. Daarnaast stond nog een stand, ik ben even de naam kwijt, Speedy Toys volgens mij. Met een enorm aanbod aan nieuwe toys. Dus nieuwe Transformers, MOTU, Marvel Legends, ook wat McFarlane DC, Star Wars, Black Series, noem het allemaal op. Dat vond je daar dus ook. Vision Toys was er nog. Dat ook een leuk assortiment van nieuwe toys. En ook wat vintage toys, waar ik nog een Thundercat gevonden heb. Popfiguren was daar met dozen vol met oude toys. Allemaal 90's meuk. Je kan zo gek niet bedenken van nou ja, Cyberforce tot Sloan tot I don't know, van alles wat er tussenin zat. Al met al, ik ben geslaagd. Ik vond de diversiteit aan dealers vond ik leuk, maar niet top. Ja, I'll be honest, ik ben een vintage liefhebber. Ik ben een liefhebber van nieuwe toys en van comics. Ja, die stands waren op één hand te tellen, dus dat vind ik ja, een beetje jammer. Ik weet dat deze con van oorsprong vanuit Pokémon is georganiseerd en dat het volgens mij Pokécon zou heten. Weet niet helemaal zeker, zou ik na moeten kijken, maar goed, doet het niet de zaken. Wat wel valt, dat het een enorme Pokémon was. Pokémon Training Cards, maar ook nou ja, knuffels, Pokémon Art, waren artists die Pokémon dingen daar verkochten. Wat ook veel was, vond ik zelf, was Funko. Nou, daar kom je tegenwoordig al niet meer aan. Het is niet mijn ding, to be honest. Ik verzamel geen Funko. Ik heb er eentje hier staan, omdat ja, Johnny Cash, let's be honest, dat is gewoon voor mij een must. Maar ja, de diversiteit mag wat beter. Ik vind, al met al vind ik het leuke kon om even voor een uurtje, twee te bezoeken. Je kan er geen hele dag besteden. Kijkend naar de horeca, nou, keurig, maar ook niet top. Wat mij betreft ben je al af als je bier in fles gaat verkopen. Tenminste, bier in plastic fles gaat verkopen. Ja, dat kan niet. Dat kan niet. Het voelt gewoon niet goed. Dat is niet hoe je een biertje hoort te drinken. Dat hoort gewoon in een glazen fles. Eventueel met een glas erbij. Kon er wel een glas bij krijgen, maar ook van die plastic glazen. Dus nee, minder. Lang verhaal kort. Collectorcon, ja, toch wel erg leuk. Leuk om daar naartoe gegaan te zijn. Leuk om mensen daar gezien te hebben. Leuke con in zijn algemeenheid. Ze mogen meer doen aan zichtbaarheid, vind ik. Want ja, ik heb wel wat reclame voorbij zien komen op Facebook. Maar voor mijn gevoel toch te weinig. Kan ik hem aanraden? Ja, nog steeds. Als je volgend jaar weer plaatsvindt, kan ik alleen maar zeggen, ga gewoon eens een kijkje nemen. Het is toch wel leuk. Zwolle is een leuke stad. Je kan het combineren met even de stad te gaan. Ook daar genoeg leuke winkels om dingen te vinden. Dus hoe dan ook, je zal je niet vervelen. Dat kan ik je verzekeren. Dus, Collecticon 2022. Geen groot succes, wel een succes. Ik kan alleen maar zeggen, till next time. Cheers. Thanks for watching. Till next time.